De controle op alcohol bij sportverenigingen wordt tijdelijk opgeschort. Eerder opgelegde boetes blijven gehandhaafd. Voetbalvereniging SV Hatert kreeg zo'n boete opgelegd en vindt het buitenproportioneel. Wij voeren het alcoholbeleid uit zoals het hoort. En wij zien erop toe dat onze medewerkers daar allemaal helemaal mee uit de voeten kunnen. Wij hebben een boete aangezegd gekregen enkele weken geleden, omdat wij nagelaten hadden op de juiste wijze iemand naar zijn identiteit te vragen. In een eerder interview gaf Ad Frik aan dat het handhaven van de drank- en horecawet voor problemen zou zorgen. De voorzitter van de Federatie van Amateurvoetbalclubs in Nijmegen vond dat het te moeilijk was om de wet 100% te handhaven. De federatie kan zelf niet zoveel doen om die praktijken tegen te gaan, maar we hebben natuurlijk wel afspraken met de clubs. En de clubs hebben allemaal eensgezind gezegd, wet is wet, dat gaan wij ook handhaven. We gaan er echt voor. Dus dat is echt vooropgesteld de goede bedoelingen van alle clubs. Hebben wel aangegeven dat het zeer moeilijk is om dat te handhaven, omdat in feite degene die drinkt niet altijd degene is die bekend is aan de mensen die achter de bar staan en de bier schenken. De moeilijkheden zijn vrij groot. De clubs hebben aangegeven van nou, wij doen ons best, maar we weten niet precies of wij dat ook echt helemaal kunnen handhaven. Er is van begin af aan gezegd dat het een hele lastige zaak zal worden om het waterdicht te krijgen. Die boete is nog niet opgelegd op het moment dat een bijzondere opsporingsambtenaar, de BOA, zijn rapportage doet. Dan krijg je een bepaalde termijn om te reageren op die rapportage door middel van een eigen visie te formuleren daarop. Die eigen visie heb ik geformuleerd. Die is naar de burgemeester toe gegaan en nu is het dus wachten op of de boete dat er handhaaf zal blijven of niet. Op de eerste plaats loyaal zijn, zoals alle sportverenigingen in Nijmegen loyaal zijn aan de wet. Dat we dus de wet willen uitvoeren en die stempen willen nakomen. Maar dat wij de positie verkeren waarin we onmogelijk 100% kunnen handhaven. We streven daarnaar met alle mogelijke middelen, maar 100% optie is, zoals ook in de professionele horeca, niet mogelijk. Dat is de kernpunt van de visie die we hebben geformuleerd. Er zijn twee elementen. We hebben de wet, we hebben de uitvoerende beschikking op de wet. Wanneer iemand beneden de 18 jaar alcohol drinkt, wordt tegen allebei die toestanden, tegen de wet, zowel als tegen de uitvoerende beschikking, een overtreding begaan. Bij ons is de leningovertreding begaan op de uitvoerbeschikking, niet op de wet zelf. Die wordt gelijk bestraft. En dat klopt niet, want dat is niet proportioneel.